Hallo allemaal voor een nieuwe aflevering van ons Vriendenpodcast. En we blijven doorgaan op ons thema het jonge leven. Ja, hoe kan het ook anders nu dat de lente echt begonnen is? En ik ben bijzonder blij dat Esther Siegers nog een keer naar de Vriendenpodcast is gekomen. Dat Esther opnieuw iets komt vertellen over het jonge leven, over veulens die pasgeboren zijn. Esther, wat leuk dat je weer bij ons bent. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk. En Esther, we hebben het al in jouw eerste podcast erover gehad. Je bent Europees erkend specialist in wendige ziekte van het paard. En je bent de helft van je tijd werkzaam echt als klinicus in de Universiteitskliniek voor Paarden bij de faculteit diergeneeskunde. En je bent natuurlijk vooral in de lente van 1 maart tot 1 juli in de weer als medecoördinator van de Veulenbrigade. Maar daarnaast doe je ook nog onderzoek. We hadden het de laatste keer al over dat je expertise ook sportfysiologie is. Waar Pascaline en ik meteen heel enthousiast over werden. En waar we je opnieuw voor gaan uitnodigen om iets meer te vertellen over sportfysiologie bij paarden. Maar vertel nog even heel kort voor de luisteraars die misschien de eerste podcast niet hebben gehoord. Heel kort over je takenpakket. Ja, nou, mijn takenpakket bestaat deels uit de patiëntenzorg in de kliniek. Op de momenten dat ik in de kliniek ben ingedeeld, dat is ongeveer de helft van mijn tijd, dan ben ik volledig bezig met de patiëntenzorg. Zowel alles wat aan internistische problemen bij paarden voorbij komt, als in het veulenseizoen vooral met de veulentjes. Dan is een groot deel van de dag gevuld met de zorg voor zieke, netgeboren veulens. De andere helft van de tijd bestaat dan uit het doen van onderzoek inderdaad met sportpaarden en een stukje preventie van blessures en een stukje sportfysiologie. Heel interessant. Maar goed, we hadden het net al over veulentjes. We hebben gezegd, het jonge leven op dit moment, dat heeft al onze aandacht hier in deze podcast. En natuurlijk, in jouw klinische werkzaamheden ben je vooral bezig met het beter maken van zieke pasgeboren veulentjes. Maar vandaag willen we het eigenlijk vooral over hebben over het gezonde veulen. En wat wij aan kunnen doen als paardeneigenaren, als fokkers. Om ervoor te zorgen dat dat ook zo blijft in de eerste 24 tot 48 uur. Dus Esther, kun je even heel kort iets vertellen over, eigenlijk de eerste 2 dagen na de geboorte van een veulen? Wat is er belangrijk? Waar moet je op letten? Ja, zeker. Een veulen wat net geboren is, is super kwetsbaar en vatbaar. Dus in die eerste, 2 dagen kan er een hoop misgaan. Gelukkig gaat het bijna altijd gewoon goed. En gaat het bij de meeste veulens allemaal vanzelf. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je als eigenaar, als fokker goed op kunt letten om zeker te weten dat het allemaal goed gaat met je veulen, of om op tijd aan de bel te kunnen trekken mocht het niet goed gaan met je veulen. Want wat zijn dan dingen, wat hoort een veulen dat net geboren is te doen? Mijn collega Matthijs Telen is al een beetje ingegaan op die eerste, de eerste korte momenten na de geboorte. Hè? Hoe snel ze moeten staan en drinken en wat normaal gedrag is die eerste uren na de geboorte. En ik ga een beetje verder in op die uren daarna. Want een paard is een vluchtdier. Een veulen moet eigenlijk kort nadat hij geboren is kunnen staan, rennen en meegaan in de groep, in de kudde, als het nodig zou zijn. En dat is ook een beetje wat we willen zien bij een pasgeboren veulen. Een veulen moet vlot opstaan, moet gaan drinken bij de merrie. En dat doen ze ontzettend vaak in kleine beetjes. Daarna moeten ze eigenlijk een keer een rondje door de box bokken en galopperen en springen. En tussendoor vooral ook lekker veel slapen. Dat is wat we normaal graag willen zien bij een veulen. Ook al die eerste 1 à 2 dagen. Er zijn een aantal dingen waar je als eigenaar echt gericht op kunt letten. En een van die dingen is het moment waarop een veulen voor het eerst gaat plassen en mesten. De eerste mest van een veulen is meconium of darmpek. Dat is van die hele stevige donkere mest. Die wil nog wel eens een keer een beetje vastlopen bij zo'n veulen. Dus dat het wat verstopt raakt. Normaal gesproken moet binnen de eerste 24 uur van het leven van het veulen die darmpek er echt wel afgekomen zijn. Wat je dan hoort te zien is dat de mest die er daarna afkomt een beetje gelig is. En veel dunner dan die hele stevige eerste darmpek die eraf komt.
Dus dat is een van de dingen om op te letten. Mocht een veulen koliekerig worden, het staartje van huis houden, een beetje gaan staan kwispelen, dat is al een teken dat daar misschien iets niet helemaal goed gaat. Ook horen veulentjes al vrij snel te plassen. Binnen 6 à 10 uur hoort een veulen voor het eerst te plassen. Daarna drinken ze best wel heel veel, waardoor ze ook best wel heel vaak gaan plassen. Dus een veulentje hoort tussendoor lekker plat te gaan liggen slapen, het liefst met zijn beentjes vooruit. Op het moment dat hij gedronken heeft en een rondje door de bok gesprongen heeft, gaan ze heel vaak, is dat ook het moment dat ze gaan plassen. Dus dat is ook iets om even op te letten als eigenaar of dat allemaal gewoon verloopt. Als ik dat zo hoor, Esther, dan komt één ding in mij op. Dat woord koliek, dat blijft dan meteen hangen. En dan denk je ook nog over zo'n kwetsbaar veulentje. Voor de meeste paardeneigenaar is dat dan misschien van, oké, wat moet je dan doen? Moet je dan ook even zorgen dat het veulentje blijft lopen? Of trek je meteen aan de bel? Als je het vermoeden hebt, het veulentje heeft nog niet gemest. Wat is dan wijsheid? Wat zou jouw advies zijn? Mijn advies zou zijn om als eigenaar niet zoveel te doen met zo'n veulen. Dus vooral niet te gaan proberen om hem in de benen te houden of hem weg te houden bij de merrie. Laat hem vooral zijn gang gaan. Dus als hij wil drinken, mag dat. Als hij wil liggen of wil rollen, in het geval van koliek, dan mag dat. En trek vooral bij de dierenarts aan de bel. Zo'n jong veulen kan heel snel heel erg ziek worden. Dus zeker bij zo'n veulen schakel heel snel de dierenarts in. Misschien nog wel sneller dan je zou doen bij een volwassen paard. Als we het hebben over deze eerste mest, die ziet er net anders uit. Maar goed, heel vaak staan paarden, dus merrie en veulen, ook in een box met stro. Zou je dan altijd eigenaren adviseren om zo 24 uur daarna, indien mogelijk, de box doorzoeken? Of die mest er ook echt ligt als je hem niet onmiddellijk kunt zien? Om even zeker te gaan dat het echt gebeurd is? Die mest is bijna nooit meer terug te vinden in de box. Die verdwijnt ertussen, de merrie loopt door de box heen. Dus dat is bijna niet meer te vinden. Het is vooral goed kijken naar je veulen of die niet aan het persen is, niet aan het kwispelen is, dat soort dingen. Dus kijk vooral goed of het veulen normaal gedrag vertoont. Als je hem een keer ziet mesten, kijk dan even heel bewust wat voor mest er van het veulentje afkomt. Of dat nog dat hele donkere bruine is of dat het echt al een stuk lichter meer melkachtig van kleur is. Oké, en je hebt net al een beetje gezegd van laat het veulentje vooral zijn gang gaan. Zowel vanuit gezondheid, hè, indien je twijfelt, trek aan de bel bij de dierenarts. Maar ik proefde ook een beetje, laat zo'n veulentje vooral ook eerst in de eerste 24, 48 uur zoveel mogelijk met rust. Nu praten we misschien iets meer over gedrag, over de band tussen merrie en veulen. Kijk, als het misschien jouw eerste veulen is als eigenaar. Nou, dan praat ik een beetje over mezelf. Maar het eerste wat je natuurlijk wilt doen is dat je de stal binnen wilt lopen en dat nieuwe leven wilt begroeten. Maar hoe kun je je daar het beste gedragen als eigenaar? Ja, dat hangt een klein beetje van de merrie af. Als je te maken hebt met een merrie waarvoor het eerste veulen is, en sommige merries zijn best wel een beetje gespannen en nerveus met zo'n eerste veulen, dan is het vooral zaak om het stel met rust te laten, want er gebeurt al genoeg voor die twee. Ze moeten samen een band zien te krijgen. Merrie moet accepteren dat veulen aan het uier zit. Ze moeten elkaar in de box accepteren. Dus bij een jonge, nerveuze merrie laat ze vooral met rust. Is die merrie al wat ouder, ervarener of kent hij jou als eigenaar heel erg goed, dan is het prima om alvast daar een keertje de box binnen te gaan, om een keertje het veulen aan te raken, zodat het veulen daar ook snel aan leert wennen. Wat we niet adviseren is dat alle stalgenootjes dat ook gaan doen. Hoe verleidelijk het ook is. Het is natuurlijk superleuk als er op een manege een veulentje geboren wordt. Iedereen komt kijken. Iedereen komt op kraambezoek. Heel begrijpelijk. Maar het verstoort de rust toch wel voor zowel merrie als veulen. En het is ook een risico op het binnendringen van ziektekiemen voor een veulen wat toch nog kwetsbaar is. En op welk moment zou jij adviseren dat het contact misschien nog iets meer uitgebreid kan worden? We zeggen nu sowieso de eerste tijd sowieso altijd goed naar de moeder en het veulen kijken. Uitzondering is natuurlijk als je denkt dat er iets mis is. Dat je daar misschien wat sneller toch even gaat checken als eigenaar. Natuurlijk altijd met de nodige veiligheidsmaatregelen erbij. Maar wanneer is het goed, hè? Want we horen natuurlijk ook wel veel over ideeën dat je je veulen maar het beste snel kunt laten wennen aan de mens. Zodat je dan misschien op een later moment wat minder
ja, wat minder problemen ondervindt in hè, een veulentje wennen aan bijvoorbeeld een halster of iets anders. Of hè, voetjes optillen. Hè. En er zijn theorieën waar gezegd wordt dat moet al binnen de eerste 24 uur gebeuren. Wat is jouw idee hierover? Hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, er zijn een heleboel verschillende theorieën over. En wij zijn natuurlijk, ik ben toch echt wel een academicus. Er zijn geen onderzoeken die aantonen wat nou het beste is voor zo'n pasgeboren veulen. Ik denk persoonlijk dat het prima is om een veulen vrij snel al wel aan een halsetje te leren wennen en dat je een keer aan de voetjes zit. We zullen zo ook een aantal controlepunten noemen die je zelf als eigenaar kunt controleren bij het pasgeboren veulen. Dan zit je er dus ook al aan. Dus zo ga je spelenderwijs steeds meer contact maken met het veulen. Hier is het een beetje met gezond verstand mee omgaan. Wat accepteert de merrie? Wat accepteert het veulen? Wat kan er wel? Wat kan er niet? Maar ik denk dat er niks op tegen is om al vrij snel een halsertje om te doen. Of om al vrij snel een keer voetjes op te tillen. Of bij zo'n veulentje wat meer te doen. Ja, nou, je schetste net al, er zijn een aantal punten die een eigenaar zelf kan checken. Nou, dat klinkt heel interessant. Dus wil je ons daar even doorheen lopen? Ja, zeker. Een aantal controlepunten hebben we al net al een beetje besproken. Dus het mesten en het plassen. Als je dat ziet, let er goed op hoe het eruit ziet. En ja, of het gewoon normaal gebeurt. En hoe lang het heeft geduurd na de geboorte van het veulen dat mesten en plassen gezien wordt. Verder het gedrag. Een veulen, zeker als het ligt te slapen, geeft al best wel veel informatie. Een gezond veulen hoort lekker uitgestrekt te liggen met zijn benen van, plat, benen voor zich uit. Een veulen wat een beetje in borst-buikligging ligt, zoals een volwassen paard nog wel eens wil liggen, hè, als die liggen te rusten. Dat is eigenlijk niet zo normaal voor een veulen. En als dat een keertje gebeurt, vooruit. Maar als een veulen continu meer in borst-buikhouding ligt dan lekker plat lang uit, is dat voor mij een teken dat zo'n veulen zich niet helemaal lekker voelt. Dus dat is iets om op te letten, de manier waarop een veulen ligt te slapen. Je kunt ook echt dingen onderzoeken aan het veulen. Een van de dingen is, kijk goed naar de gewrichtjes van een veulen en het naveltje van het veulen. We adviseren om de navel de eerste dagen toch wel te ontsmetten met ontsmettingsmiddel. En hou dan gelijk in de gaten of dat naveltje droog is, of dat er een verdikking zit, of dat er misschien viezigheid uitkomt. Dus dat is iets wat heel goed te controleren is. Mag ik hier misschien meteen even op inhaken? Wat voor een soort ontsmettingsmiddel zou je adviseren voor de mensen die hier misschien nog geen ervaring mee hebben? Als ontsmettingsmiddel kan eventueel verdunde betadine. Gewone betadine vinden we eigenlijk al een beetje te agressief. Dus de betadine een beetje verdunnen. Hibisol is ook een ontsmettingsmiddel wat heel goed gebruikt kan worden voor de navel van een veulen. Dankjewel. Ja, heel interessant. En goed om te weten wat wel en wat niet geschikt is. Maar vertel, je had volgens mij nog een paar meer punten? Ja, een ander punt om te controleren is het, de gewrichten van het veulen, noemde ik net al eventjes. Gewrichtsontstekingen willen helaas nog wel eens voorkomen bij veulens. En dat is zaak om daar heel snel bij te zijn. Dus het is verstandig om elke dag gewoon even te voelen of de knietjes niet overvuld zijn, of de sprongetjes niet overvuld zijn, of daar alles gewoon oké is. Een ander controlepunt is iets wat de eigenaar niet zo makkelijk uit kan voeren. Maar wat ik toch bij eigenlijk alle veulentjes wel zou adviseren. En dat is het controleren of er voldoende antistoffen aanwezig zijn in het bloed. Als een veulen 24 uur oud is, zou die als het goed is als een biest binnengekregen moeten hebben. En dat is het moment om toch door de dierenarts even wat bloed af te laten nemen en te laten controleren op antistoffen. Is dat dan misschien ook iets van, stel, je merkt op dat je veulentje, dat de gewrichten misschien iets opgezet zijn, dat er misschien wat vocht in zit. Zou dat een indicatie kunnen zijn dat er iets niet helemaal lekker zit en dat is dan misschien ook echt het moment om even aan de bel te trekken? Om ook even te laten onderzoeken van hoe zit het met die antistoffen? Absoluut. Dus alles wat misschien niet helemaal normaal verloopt, een beetje zwelling van de gewrichten of een navel die toch wat dikker is of een beetje ontstoken lijkt, zijn allemaal redenen om direct aan de bel te trekken bij de dierenarts. Omdat met snel ingrijpen we best heel veel kunnen voor die veulentjes, maar als we te lang wachten, dan worden de kansen van slagen en dat het veulen gewoon gezond en fit weer wordt, zijn al veel kleiner.
Misschien ook in het verlengde hiervan. Hè? Gewoon kijk, ervan uitgaande dat de eerste 48 uur goed verlopen. En je dus die checks die je controleert, dat dat eigenlijk allemaal heel goed gaat. En dat je het gevoel hebt van oké, dit veulentje is wel echt, zit lekker in zijn velletje. Wanneer is het moment om dan de volgende stap te zetten? En misschien veulen en merrie bijvoorbeeld naar buiten te laten. De lente is begonnen, ik zei het al. En dan is het misschien wel het moment alvast naar de wei te brengen met z'n tweetjes. Vanaf wanneer kan dat? Dat kan in principe al heel snel. Sommige veulens worden zelfs buiten in de wei geboren. En ook dat gaat prima. Dus het kan eigenlijk vanaf dag 1 à 2 kan een veulentje gewoon naar buiten. Als het heel erg koud of nat, regenachtig weer is, dan zou ik wachten tot een veulen een paar dagen oud is. Maar als het lekker weer is en de merrie is het gewend, dan kunnen ze heel snel lekker naar buiten. Is alleen maar goed voor merrie en veulen. Precies, het zijn natuurlijk wel vluchtdieren. Hè? En alleen het feit dat wij ze nu in een stal houden, betekent natuurlijk nog lang niet dat het paard niet eigenlijk gewoon in de wei hoort te lopen. Dus dan is het wel heel goed om te horen dat mensen eigenlijk van toepassing, hè, indien het veulen gewoon gezond is, dan eigenlijk ook meteen de normale gang van zaken op te pakken, lijkt mij. En verder dan, misschien nog even ingaan op de merrie. Ik neem aan dat het daar ook over gaat om goed in de gaten te houden hoe de merrie de komende tijd dan reageert op haar veulen. Ja, klopt zeker. Er zijn vanuit de merrie gezien ook een aantal dingen om in de gaten te houden. De eerste is natuurlijk of de nageboorte er goed afgekomen is. Dat is al heel kort na de geboorte. Vervolgens of de merrie het veulen überhaupt laat drinken en of ze goed melk heeft. Dat zijn dingen om op te letten. Jonge merries die vinden het soms spannend. Dus die vinden het een beetje eng als zo'n veulen aan het eier komt. En soms doet het ze ook een beetje zeer die eerste dag. En dan laat ze niet altijd het veulen er goed bij. Dus heel goed om op te letten hoe het merrie reageert op haar kind. Mocht het met de nageboorte afkomen allemaal net niet helemaal goed gegaan zijn, of er is wellicht een ontsteking opgetreden bij de merrie, kan ze wat koorts vertonen of wat minder goed gaan eten. Dus ook bij de merrie goed opletten of de merrie lekker blijft eten. En het is verstandig om de eerste paar dagen na de geboorte de merrie even de temperatuur op te nemen. Ook hier weer, het is eigenlijk een beetje het stukje wat bijna voor alle dierenigenaren geldt. Gewoon altijd je dier, je paard in dit geval, je veulen goed in de gaten houden. En dan eigenlijk, en vanaf daar gaat het jonge leven gewoon groeien en bloeien hopelijk. Voor jou, vanuit jouw perspectief, met jouw expertise die je hebt ook bij ons in de Universiteitskliniek voor Paarden. Wanneer is het moment dat je, als je dat überhaupt kunt zeggen, een beetje kunt ontspannen? Dat je kunt zeggen van oké, we hebben de spannendste periode achter de rug. Of kan dat helemaal niet bij veulens? Dat is best wel lastig aan te geven. Kijk, paarden in het algemeen, of het nou een veulen is of een volwassen paard, kunnen altijd gekke dingen oplopen. Maar bij zo'n jong veulen is eigenlijk de eerste week het meest kritiek. En als zo'n veulen gewoon goed drinkt bij de merrie, de antistoffen zijn gecontroleerd in het bloed, dat is allemaal prima. En zo'n veulentje drinkt goed, groeit goed, rent lekker door de wei. Ja, dan maak ik me al niet zo'n zorgen meer om dat veulen. Maar die eerste week is eigenlijk het eerste kritieke moment. Nou, dat klinkt als heel goed en heel goede richtlijnen die je allemaal nu hebt gegeven. Zowel waar je op moet letten, maar ook wat je als eigenaar kunt doen, wat je in de gaten moet houden. Ook voor je eigen veiligheid natuurlijk, maar vooral ook voor het welzijn en gezondheid van merrie en veulen. Ja, en ik zou zeggen, en dan vooral genieten van het jonge leven dat, wat jij net zo mooi schetste, door de wei stoutert. Hopelijk in een lekker zonnetje. En kijken waartoe het zich ontwikkelt. Ja, absoluut. Esther, nogmaals heel hartelijk dank. Het was geweldig dat je opnieuw kwam praten over het jonge leven. Ik zou je heel graag nog een keertje willen uitnodigen om iets te komen vertellen over sportfysiologie bij paarden. Ik kan me voorstellen dat er heel veel ruiters zijn die denken van daar zou ik graag iets meer over te weten willen komen. En nogmaals, heel hartelijk dank. Graag gedaan.